Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Het is rust in Zweden, waar Jong Oranje op bezoek is. Het staat 1-1, maar er hadden wel meer doelpunten kunnen vallen. We moeten beginnen zoals we eindigen, man. Begin laten we kappen ons brood eten. Alle duels hebben hun nodig. Geen druk op de bal kunnen krijgen. Het is een open wedstrijd en de verwachting was dat Zweden de eerste echte tegenstander zou worden van Oranje. En dat blijkt. Ja. Want, Marciano, het is niet makkelijk. Nee, Zweden speelt enorm leuk en echt ook heel goed. Nederland heeft daar ontzettend veel problemen mee. Ze begonnen gewoon heel slordig. Oké, hoe zijn wij begonnen aan de wedstrijd? Slecht. Super slecht. Echt super slecht zijn wij begonnen aan de wedstrijd. Geen duel winnen we. We laten mensen in onze rug lopen. Dat is niet scherp beginnen, jongens. Dat is echt niet scherp beginnen. En Nederland die heeft nu echt zijn eerste echte tegenstand. Als we druk geven, gaan we sprinten. Dat is het eerste wat je moet doen in voetbal. Maar als we dat niet gaan doen, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Dan hoeven we geen eens over tactiek te praten. Ja, een wedstrijd met veel ruimte is wel altijd leuk. Ja, er gebeurt genoeg. Er gebeurt genoeg. Nou goed, we zijn zo meteen terug. Dan gaan we nog maar eens goed zitten voor die tweede helft. Oké, we leven nog. We leven nog. Dus zorg dat je nu eroverheen gaat. Zorg dat je nu goed begint. Als zij inspelen en doorlopen, loop je met je man mee. Zorg dat je overal in het middenveld in duel komt. Zorg dan ook dat je die duels winnen. Ja, kom op. Tweede helft, beter. Ha, kom op. De uitdaging waar Jong Oranje voor staat begint een week eerder in Zeist. En er meldt zich een oude bekende bij het team. Hey man, Alex. Manu, hoe is het? Goed jongen, goed je te zien. Welkom terug. Dank u wel. We hebben Emmanuel Emega weer terug. Hij was de tweede periode geblesseerd. Het is een spits, fysiek heel sterk, snel. Zijn ontwikkeling... Die is gewoon heel goed. Emega woont in het Franse Strasbourg. Maar hij gaat nog regelmatig terug naar huis. Ik kom uit Den Haag. Schilderswijk. Mijn kleine grote vriend Hans. Ik ben samen met Hans opgegroeid. Altijd als ik terugkom in Nederland, terug naar Den Haag en ik kom aan in de Schilderswijk, dan ben ik gewoon blij. Dat is gewoon thuis. We opvoed met Marokkanen, Turken, Ghanese, Antis, met alles, Suus, met iedereen. Kijk hier, zie je? Gewoon iemand. Respect. Vis verkopen. Vis verkopen, kijk wat hij gewoon doet, even snel. Toch een nieuwe Mbappé? Met flink wat goals in de laatste wedstrijden maakt Emega naam in Frankrijk. Hij heeft Nigeriaanse roots, maar is ook een echte Hagenees. Ik ben opgegroeid met mijn tweelingbroer en mijn moeder. We woonden eerst 1 minuut van onze school. Daar sliepen we met z'n drie op 1 bed. Bizar, man. Toen dat zij, ik weet niet hoe, maar ze had het voor elkaar gekregen dat we konden verhuizen. Dus we gingen een kwartiertje verderop wonen en daar kreeg iedereen een eigen kamer. En mijn moeder heeft gewoon alles voor ons geregeld. Altijd. Dit was mijn kamertje. Ja, man. PlayStation hier. Ja, man. Ik wil gewoon zeggen, kijk wie naast me zit. En zij heeft alles geregeld wat ik nodig had. En zij was mijn moeder en vader tegelijkertijd, dus... Ja. Yeah. Anyway, it was a little bit hard anyway. And... when I look when it was little and now... There is a lot of improvement. The way you used to, you know, like fight, like... Ruzie zoeken, vervelend doen. Zo eentje was ik. Als hij verloor of zo, werd hij boos of ging hij vals spelen of zo. Maar het is niet om slechter te praten, maar het is juist zeg maar, iets waar veel mensen naar kunnen kijken. Want zijn mentaliteit heeft hem het verst gebracht waar hij nu is. Football is something we have in our family. All my brothers, they are into sports, into football, in Nigeria. Ik ben niet opgegroeid met veel,
Want we hadden niet veel. Maar zelfs dat is veel vergeleken met wat ik daar heb gezien toen ik daar was. In 2018 ben ik in het huis geweest waar mijn moeder is opgegroeid. Met 8 mensen in een huis dat 1-1 is. En gewoon echt struggelen gewoon met z'n allen gewoon. En dat is dingen wat we hier in Nederland gewoon echt niet gewend zijn. Daarom heb ik zoveel respect voor mijn moeder. Want ja, ze kon ook ervoor kiezen om daar te blijven of zo. Snapt u? Maar ze is gewoon in haar eentje weggegaan en heeft het gewoon geregeld. En mijn broertje zei het ook vandaag. Hij beseft nog niet dat ik speel voor Jong Oranje eigenlijk. Want na Jong Oranje komt het Grote Oranje als je het goed doet. Maar dat het allemaal zo snel is gegaan, had ik niet durven dromen zelfs. Met Jong Oranje maakt Emega zich op voor 2 wedstrijden. Goed. Op weg naar het Europees kampioenschap. Ja, welkom. 3e periode, 2 wedstrijden. En ook nu gaat het weer om het winnen. Hè. Gibraltar, goed voor de dag komen. Hè. En dan naar Zweden. En dan een tikje geven aan die Zweden. En dan lekker naar huis. En je ziet het, het is ook gewoon super belangrijk voor jullie. Dat je bij je club ook gewoon goed speelt. Het is echt super belangrijk. Alles wordt in de gaten gehouden. De selectie van Michael Reiziger bestaat uit spelers van verschillende clubs. Uitkomend op verschillende niveaus. Buitenlandse clubs als Chelsea, FC Basel en Rapid Wien. Maar ook Nederlandse clubs als NEC, FC Volendam en Excelsior. Wij hebben ook specifiek gekeken van wat hebben we nodig per positie. Om ons spel te kunnen spelen. Dat vond ik belangrijk en zo zijn we naar spelers gaan kijken. Wat zij in situaties doen en wat wij willen. Een van die spelers is geboren Amsterdammer Kelvin Twicht. Een middenvelder van FC Volendam. Op mijn 11e ben ik eigenlijk bij Volendam ingestroomd in de onder-12. Ja, tot nu eigenlijk. Nu is het mijn 10e seizoen denk ik ongeveer. Dus echt wel een hele lange tijd. Goed gedaan Kelvin, fantastisch jongen. Ik weet nog dat ik me op de club meldde gewoon voor een training, zoals eigenlijk dagelijks in de week. En toen zeiden ze van, ja, we willen je graag feliciteren, want je bent geselecteerd voor Jong Oranje. En toen dacht ik van, oké. Ja, ik heb echt een kwartier staan kijken van wat gebeurt hier eigenlijk. Kelvin Twicht, dat is een jongen tactisch heel goed. Een speler die durft te voetballen, die durft de bal te krijgen onder moeilijke situaties. En dat is eigenlijk wat ik altijd in een speler zoek. Natuurlijk moet je wel op een bepaald niveau spelen. Maar we hebben ook Verder de Jong gehad. En we hebben ook Tyrese Asante. Die spelen in de keukendivisie. Maar die laten een kwaliteit zien die wij kunnen gebruiken in het elftal. Maakt niet uit waar je speelt. We volgen je. Het niveau is ja, zoveel hoger dan bij Volendam, om het maar even zo te zeggen. Dat is best wel een groot niveauverschil. Goed gespeeld! En dat merk ik dan bijvoorbeeld in positiespellen. Dat gaat gewoon zo snel. En, de eerste keer dat ik in het midden moest bij een positiespel, dan stond ik er voor 5 minuten in. En dat was ik niet gewend. Je raakt gewoon geen bal. Maar het gek is van Jong Oranje, dat omdat je met z'n allen zo goed kan voetballen, je zo snel op elkaar ingespeeld raakt. Dat ik bij het begin wel echt dacht van, ik heb nog nooit met jou gespeeld, maar je begrijpt precies wat ik bedoel. Hoe kan dat? We zijn hier met hele goede spelers. En als het in de flow is hier, dan gaat het wel heel snel en dan zie je ook wel. Training hier, je gaat wel van genieten. Even kijken. Eentje nog daar. Laat hem vallen. Schoot hem aan. Laat hem vallen. En dan speel je de laatste bal schuin. De laatste bal schuin is een zachte bal. Kom maar. Pats. Hap, hap en schuin. Goed. Je moet meer aanzetten nu. Goed. Kijk eens, fantastisch jongens. Ja, dit is zo'n oefening. Ja, als je dat goed in je systeem hebt, dan brengt alles snel voetenwerk, kijken naar een ander wat hij doet, anticiperen, is de bal goed, moet ik hem goed maken. Die laatste zachte, dan hebben we die ritme. Nog eentje naar achter. Er komt wat denkwerk bij. We gaan hem proberen. Hoe meer je dat in je systeem hebt, hoe beter voetballer je kan worden. Oké, nu moet je nadenken. Dubbele kruis. Dubbele kruis. Oh. Dus het begin is hetzelfde. Jij krijgt hem op je rechter. Hè? Hop. Dennis komt in. Hop. Dan heb je al 1 kruis. En dan moet hij weer op zijn rechter. Je moet hem op zijn rechter spelen. Want zij kruisen hier weer. Maar het is altijd leuk om te zien dat ze toch nog
op het einde een klein beetje struggelen met, met de oefening. Ja, klaar! Ja, klaar! Ja. Juist! Ja. Nee! Nee. Nee. Is tweede kruis erin? Naar dezelfde kant! Dezelfde kant. Nee! Ah. Even voor de kaarten, stop! Trainen, hoor. Soms, als het fout komt, misschien is het van mijn schuld. Dus dan moet ik blijf scherp blijven. Trainen! De bal blijft aan dezelfde kant! Ja, wacht. Nee, bro, jullie moeten toch dingen aangeven, bro. Even Youssef, bro. Ja. Niet veel staan, Noah. Blijf meebewegen. Dansen, kerel, dansen. Ruimte maken, juist. Ruimte maken. En toen ging het lopen, één keer raken. Dat was, was een genot om te zien hoe snel dat ging. Juist, fantastisch deze. Ja. Ja, kijk eens, hij loopt. Ja, dat is mooi. Dat was echt zo'n leuke oefening. Het is nou donker, hè? Het is nou donker nu, hè? Moet je vroeg naar huis, je mag niet meer buiten spelen. Het talent van Emmanuel Emega komt aan het licht bij Sparta. Daarna speelt hij bij Antwerpen en Sturm Graz, voordat hij op voorspraak van trainer Patrick Vieira door Strasbourg wordt overgenomen. Met voetbal is hij trouwens beter dan met tafeltennis. Goedenavond, Erin. Blij je weer te zien? Fit? Ik ben blij om hier te zijn. Zie je met scherp? Wat is het eerste wat je net tegen me zei? Dat ik moet prikken. Een spits heeft één taak en dat is scoren. En als ik dat niet doe, dan ben ik niet zo blij. Maar als ik score, dan ben ik wel blij. Ja. Voor mij is het belangrijk dat jij weet wat je moet doen als wij spelen. Ja, zeker. Want dan weet ik, dan ga je vanzelf scoren. Spitter moet gewoon scoren, klaar. Daar word ik op afgerekend, niet op hoeveel schaartjes ik heb gedaan in een wedstrijd, maar op doelpunten. Hey. Dat gevoel van ik moet. Rustig aan. Ik begrijp wat je bedoelt. Rustig aan. Jouw goals gaan sowieso komen. We hebben ook twee wedstrijden. Ja, dus ik weet niet hoe ik die twee wedstrijden ga doen. Ik vind jou een spits als jij ruimte in de rug van de tegenstander heeft. Als er ruimte daar is, ben jij echt heel goed. Ik ben iemand, ik ga graag diep. En als ik hem dan krijg, dan kunnen ze me niet meer bijhouden meestal. Als er ruimte komt, dan... Dan ben je niet te stoppen. Dat weten. En het, aan het andere moeten we wel... Dan moeten we wel stappen inzetten. En dat gaan we ook doen. Nee, hier, we doen die oefening. Ja, we doen die oefening weer. Pak elke keer een paar minuutjes. Goed? Concurrentie. Ik vind het mooi. Geeft je ook een beetje die push. Dat je misschien niet over nadenkt dat je nodig hebt, maar je weet wel elke dag van... zie ik een mega scoren, ik moet ook scoren. Zo. Ik vind concurrentie zo alsof ik in een strijd zit met hem. Nee, ik heb geen concurrentie. Als hij speelt, dan ben ik de blijste persoon op aarde voor hem. En als hij scoort, dan ben ik nog blijer. Maar ik mag je eigenlijk niet raken. Weet je nog? Ja. Ja, maar je niet zo'n grote stap, gewoon een kleine. De verdedigers gaan me gewoon raken, hoor. Die verdedigers zijn het. Ja, maar als je dat goed doet, niet? Als je het op het juiste moment doet. Ja, beginnen maar. Wachten. Ja. Ik wil spelen. Als ik niet speel, dan ben ik er nog steeds voor het team. Ja, kom maar. Dit kan sneller door. Voor Noah nog meer. Dat is ook gewoon mijn maat. Natuurlijk, buiten het veld hebben we allemaal gewoon vrienden en allemaal wensen elkaar helemaal goed. Maar op het veld... Lekker, Noah! Ja, moet je gewoon laten zien dat jij de beste bent. Trainer, als die aanname te ver is... Ja, heb gelijk. Strak! Gibraltar is meer een tegenstander die gaat in hun eigen 16 hangen. Daar heb je eigenlijk meer aan een speler zoals Noah. In Zweden, daar ga je meer ruimte krijgen. Vooral ook in de diepte. Nou, dan is Emmanuel natuurlijk de geschreven spits daarvoor. Goed zo. Maida. Oké. Gibraltar, de onderlinge afstand worden super belangrijk nu.
Jullie zijn heel goed in positiespel. Jullie hebben allemaal snel voetenwerk. Dus zorg dat de tegenstander in kleine ruimtes komen. Want dan zijn jullie veel beter. Where are you from? England. Oh, from England? Yeah. Where from England? London. London, innit? Yeah. Good game, guys. De wedstrijd tegen Zweden is natuurlijk een cruciale wedstrijd. Dus daar wil je ook de jongens fit hebben. En vandaar dat ik denk tegen Gibraltar om wat meer te roleren. Als we kijken naar de namen, dan zijn er een aantal namen die misschien niet bij iedereen helemaal bekend zijn. Centraal achterin gaan we Van Bremen zien. Wat is het voor type? Vink is goed aan de bal. Een grote speler. Speelt in Zwitserland. Heeft bij Den Haag gespeeld. En zo zijn we een klein beetje hem ook op het spoor gekomen. Het is wel schakelen, want het is heel erg dominerend voetbal. En bij de clubs waar ik tot nu toe heb gespeeld, waren dat geen dominerende clubs. FC Basel gebruikelijk wel, maar dit seizoen minder. En bij ADO was het eigenlijk voornamelijk vechtvoetbal. Dus het is wel schakelen, maar ik vind mezelf van nature een voetballer en niet een rasharde verdediger. Dus ik vind het heel graag dat ik me hiermee kan meten. Hou je geduld. Hou je geduld. Beweeg om Noah heen. Hè? Je ziet het hier, hoeken. Aanvallen. Dan weten we dat hier vrijkomt als hier wordt aangevallen. Lekker voetballen. Goed positiespel. Laat die bal gaan en geniet. Geniet van hoe we kunnen spelen. Ja? Kom maar. Genieten doen niet alleen de spelers, maar ook hun familie. Zoals de vader en de broer van Finn van Bremen. Ik keek één keer tijdens het volkslied keek ik naar de tribune, want ik wist dat ze daar stonden. En toen kreeg ik een beetje een glimlach om mijn mond. Die twee die stonden naast elkaar en die waren heel erg trots. Omdat je van jongs af aan al bezig bent met je droom verwezenlijken. En dat heeft gewoon heel veel ups en downs meegebracht. En als je dan op zo'n podium mag staan met het Nederlands volkslied en dat je dat shirt mag dragen. Ja, dat is gewoon een enorme mijlpaal voor ons allemaal. Zo zie ik het ook echt. Ik heb dit echt niet alleen gedaan. Jong Oranje tegen Jong Gibraltar. Meteen de vrije trap. Dat is goed. Maar dan moet die bal nog op doel. En liefst erin. En dat gebeurt met een klein beetje geluk. Ohio, zijn vierde. In zijn vijfde interland voor Jong Oranje. Dat zijn aardige statistieken. Ohio. En een lekker schot ook. Oké, jammer. Nog één of twee voor de rust. Midlien, die loopt er gewoon overheen de hele tijd. Er gaan zoveel kansen die komen, ze kunnen al niet meer. Prima bal. Maar bij de eerste paal gelegd. Och. Van Breem. Kom maar, Vin. Goed, jongen. Goed. Ja, goed, goed. Hoek. Tuurlijk. Hop, door. Ja. Goed meegeven. Maar we worden slordig! Hey, kom aan! Gebruik extra pas! Van Bremen en uiteindelijk een geweldige knal van Proper. Zij worden sterker eigenlijk omdat we die tweede niet scoren. Hey, die laatste pas. We moeten hier gaan doen. Maakt niet uit, maar dat is 1-0, bro. Thuis, dat is geen bal. Je wordt niet te slap op de kant of zo. Wat wij doen, of wat wij niet goed doen, is dat we te snel in de diepte loop willen maken. Vooral als Millie hier de bal krijgt, hè, laat hem eerst die 1-op-1 opzoeken. Je zoekt die 1-op-1 en dan komt er eentje bij en dan komt die ruimte wel vrij. Snappen jullie dat? Nana? Ja, lukt het niet, dan ga je naar de andere kant. Lukt het daar niet, ga je weer naar de andere kant. Er komen ruimtes dan vanzelf. Hè, want je had ze eigenlijk al. Ze waren rijp voor 2-0 en 3-0. Maar omdat je maar één hebt, hebben ze nog energie. Terug is goed. Voorzet op Ohio. Ja. Goed geblokt. Jammer. Twicht. Snel 1-2. Nog een 1-2 gezocht. Ohio zelf. Je hebt het een paar keer gezien. Je moet echt het midden aanvallen, de bezetting. Eerste bal. Of in ieder geval in die mond. Kom aan, boys, prikken. Kom aan.
en gaat de doelpunt te maken eruit. En ook proper. En Mega en Taylor er dus bij. Goed. Goeie bal, Kelvin. Tuurlijk. Hop, laat hem gaan. Snel, pas hem in. Zoals je kent. Goed, Millie. Oh. Tuurlijk. Hop. Hop. Gedaan, jongens. Hey, goed. Casemiro, dat is een lekkere streep. Prima gepakt. Daar is het schot van Manhoef. Hij wil gewoon niet vallen. Ja. Hij speelt gewoon goed. Poku. De bal schiet helemaal door, maar valt dan voor Manhoef. Toch weer geblokt. Ja. Moet zeggen, er zijn doelpogingen zat geweest. Kun je wel eens hebben. Ja? Speel je zo goed. Ja. En dan krijg je hem niet erin. En dan houden die gasten die energie. 1-0 is wel teleurstellend. Uitslag is teleurstellend. Ja. Ik kan niks zeggen over het spel, nee. Mike. Dat ken je niet, dat is gewoon, het tempo tweede was gewoon echt goed. Ja, alleen de vernuft in het laatste stukje. Gewoon afluiten, als klaar. Staat niet meer in vandaag. Moet ze gewoon met 5-0 winnen dit of zo? Nee. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Heel leuk, echt geweldig. Moest beter, hè? Moest beter, hè? Mag ik een foto? Is goed. De Haagse Schilderswijk is niet alleen een kweekvijver voor talentvolle voetballers, maar ook voor artiesten, zoals bijvoorbeeld rapper Frenna. Ik was vroeger de winkel van Frenna's moeder. En na school kwam ik hier naar de zus van Frenna en toen kreeg ik gratis cd's van haar. Ja man, dus ik was vroeg op die SFB game. Zo, meer wat? Wie outplayed is, na school gelijk. Oh, mijn moeder kwam ons hier ophalen. Ja. Bij mijn oor, zo. Omdat we niet thuis kwamen na school. Ik was niet zo goed in school. Ik ging nooit problemen met mijn moeder. Dus ging ik wachten totdat zij naar werk ging. En toen ging ik gewoon verder slapen. In Frankrijk. Strasbourg. Maar mijn moeder kwam altijd thuis met rugpijn. Met gewoon pijn. Overal pijn. Van het hele dag schoonmaken. Dus ik dacht gewoon altijd sowieso, ik wil gewoon ervoor zorgen dat mijn moeder nooit meer hoeft te werken. Nu zijn we op dat punt gekomen, dankzij God, en nu wil ze niet stoppen met werken. En dat zegt wel iets over haar, vind ik, want ze hoeft echt niet te werken. Maar zij gaat gewoon zodat ze niet niks doet. Snapt u? You know, sometimes there are some people who has money control them. But in my own case, money doesn't control me. When the time reached, I was okay, let me quit. But now, let me still work and still support people I want to support. It still give me money to support, but there are other people I want to reach out also, like orphanage and widows. When you think of where you are coming from, and there are other people who are going through exactly what you are going through, you would like to help them when you have the money. That is the reason why I still work. Karakter. Maar door mijn familie leg ik die druk hoog dat ik het moet doen om hun leven te veranderen. En omdat ik het leuk vind natuurlijk. Maar als ik het leuk vind, dan kan ik ook bij mijn vriendenteam gaan spelen. Maar dan kan ik niet mijn familie onderhouden. Now I'm so proud of him and he's doing well. He's growing, matured and knowing what is good and what is bad. For your eyes. So you cannot see, yeah? It's only something small, sir. Mijn moeder zegt altijd, wat doe je allemaal met je geld, spaar. En laatst vroeg ze me nog zo van, we zijn nog steeds in dit huis, wat doe je allemaal met je geld, we moeten hier weg. Ah, it's koud. En ik keek naar buiten en het was weer puinhoop. Dus ik stuurde mijn moeder en mijn tweelingbroer 10 huizen op WhatsApp. En dat was de eerste plek waar ze gingen bezichtigen.
En ze waren gelijk verliefd. Rustig. Daarna ging ze naar het volgende huis. Zeiden ze nee, derde huis nee, vierde huis nee. 3, 2, 1. En toen vroeg mijn moeder wat ze met het eerste huis. Ik zeg ja, dit is al verkocht. Dus ze zei nee, echt jammer, bla bla bla. Maar ze vond het echt jammer en dat is goed. En dan gaan we haar verrassen. Look at your new house. Ik denk dat ze gaat huilen van blijdschap. Your hard work, man. En niet schrikken, hè? Nooit. Na 5 wedstrijden is Jong Oranje nog zonder puntverlies. En heeft het al 5 keer de nul gehouden. Toch is keeper Kelvin Raatsi niet alleen belangrijk bij het voorkomen van doelpunten. Kelvin Raatsi is een fanatieke jongen. Goed, kom maar dan, kom maar! Zoals de meeste keepers wel. goede jongen, kan fantastisch meespelen. En met hem hebben we eigenlijk een extra speler in de opbouw. Ik ben een voetballende keeper. En als je dat vanaf de opbouw doet en de tegenstander staat hoog. En ik speel dan die bal er tussendoor. Ja, dan speel je direct 3-4 man weg. En van daaruit creëer je iets aan de zijkant of in het middenveld. Waardoor je tot kansen kan komen. Ik hou wel van die risicovolle balletjes. Als het goed gaat dan tenminste. Ja, ik zie het niet echt als risico. Omdat die spelers gewoon heel comfortabel aan de bal zijn. Het is alleen, toe ver wil je doorgaan. Ik zeg altijd, ook tegen mijn keepers, tegen mijn verdedigers. Als het 1-1 staat, dan hoef je eigenlijk niet meer op te bouwen. Want dan heb je doel bereikt, je hebt je spits 1-1. Dus dan moet je gewoon, dan moet de bal zo snel mogelijk naar voren. Hoe geven zij druk? Met 3. Dus de buitenspeler, die geeft druk op het centrum. Toch? Wie is dan de vrije man? Als de linksbuiten naar het centrum gaat? De back. Moet je dan hoog? Waarom moet je laag? Precies. Hè? Dus je weet dus, als we eruit spelen, hoe kunnen we eruit spelen dan? Via? Of keeper. Dan laat je ze lopen. Mooie wedstrijd. Goed elftal waar we tegen gaan spelen. Jullie kunnen laten zien wat jullie kunnen vanavond. Ja, laat me lopen. Opstelling. Kelvin, Nana, Raf, Vin, Ian, Dirk, Kenneth, Ruben, Sontje, Emmanuel en Myron. In Zweden is ook Nigel de Jong aangesloten. Hij speelde 81 keer voor het grote Oranje en is nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Alles gaat en staat met presteren en ook wel met succesvol zijn. Maar het is de energie, de dynamiek, de samenhorigheid, het welwillend zijn voor elkaar om die extra meter te lopen. Die combinatie vind ik heel mooi om te zien. Extra paasje hier in het midden. En dan moeten we versnellen deze kant. Dan moet je versnellen. Je moet in een sprint komen. Je moet sprinten. Het is een topsportmentaliteit die je moet gaan creëren in een organisatie. Dat wil niet zeggen dat die er niet is. Alleen we kunnen wel de lat en de norm hoger leggen van wat topsport nou eigenlijk inhoudt. Alle duels zijn voor ons. Winnen. Alles winnen. We moeten eigenlijk kijken hoe we van het net niet kampioen zijn of worden of elke keer tweede of derde worden van net wel. Taylor keert terug op het middenveld, speelt daar samen met Proper en met Van Bommel. En we hebben een nieuwe spits, ook dat is een verrassing. Emega speelt. Maak het jezelf niet moeilijk. Hè? Bal in de hoek, bal naar Emmanuel en dan gaan we van daaruit. Ja? Heel veel succes, we gaan erop. Gas geven, kom maar. Jong Zweden tegen Jong Oranje. De Zweden hebben al wat punten laten liggen. Emega. Lastig hoek. Emega jaagt hem een behoorlijk stukje naast de goal. Kort op hem. Let op. Hij gaat, hij loopt. Dan komen ze door aan de rechterkant met Mendes. Terugleggen. Die had er wel in gemogen. Manier! Hey! Wat is zij? Die kun je rug laten steken. Nanasi, handig.
Voor een mogelijkheid en nu gaat hij er wel in, maar is het buitenspel? Ja. Hey! In de duel staan! Oh. Blijf lopen, blijf lopen, blijf lopen. Nu staat er een overtalsituatie voor Jong Oranje. Zouden ze dit goed kunnen uitspelen met 5 tegen 4? Van Bommel is helemaal vrij. Gezien, Van Bommel klaarleggen. Hey, mega met de beste kans voor Jong Oranje. Kanonnen. Oh, zo ingeleverd. Doet hij ook zo laag, man. Nou, Nasi zet zijn lichaam erin, heeft het dan voor zijn rechter. En wordt hij nog... Nee, hij wordt niet daar weggehaald. Zo komen de Zweden op 1-0. Kom, 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 kom. Zelf kort komen, kom aan. Taylor. Niet slecht bedacht, daar is de gelijkmaker al. Yes! Yes! Lekker! Sontje Hansen prikt hem binnen. 6 was de meest verdedigende. Ja. Dat moet eigenlijk Ruben. We moeten het, we gaan het andersom ook doen. Ja. Want Kenneth komt hier op de 6 positie. Ja. En dan gaan we deze dubbele zo, dan komt hij ertussen. Ja. Gaat hij laag en is het gewoon dubbele loop. Ja. Gaat hij hier, dan is hij gewoon deze. Gaat hij hier. Ja. Ja. 1-1. Oké, waar zijn de kansen voor ons? In de omschakeling. In de omschakeling. En waar is de ruimtes? Naast de centrales. Naast de centrales. Naast de centrales. Vooral als Raf de bal hier heeft. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er, Kenneth? Kenneth gaat diep. Wat gebeurt er dan? Bek gaat naar mij. Dus dan kan je hem of crossen, of je kan hem zelfs achter de 3 zetten dat hij doorloopt. Maar dan heb je, als hij diep gaat, heb je hier een 2 of een 3 tegen 2 actie. Ja? Dus dat kan je wel een paar keer doen. We leven nog. Dus zorg dat je nu eroverheen gaat. Zorg dat je nu goed begint. Ja? Kom op. Tweede helft. Beter. Ha, kom op. Dan zou dit iets kunnen opleveren. Sterker nog, daar is bijna de 2-1. Kan het via Van Bommel alsnog? Ja! Die doet dat heel bekeken. Lekker mooi. Er staat de spits klaar van Jong Oranje. Die in de laatste 4 wedstrijden goed was voor 4 doelpunten. Goed. Goed hoor, die tweede als 1. Weggekopt door Van Bremen. Dan zou Jong Oranje het nu toch moeten kunnen uitspelen met Manu van Ohio. Op het juiste moment vertrokken Ohio, geen buitenspel. Nou, maak het dan maar af. Ja! Lekker man! Lekker man! Noah, goed jongen! Hoekschop. Die valt nog binnen. Zo wordt het nog 2-3 via Persson met nog een minuut op de klok. 1 minuut, kom, 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 kom! Kom! Hey! Ohio staat weer helemaal vrij of heeft Van Bommel bij zich. Als hij het ziet, kan Van Bommel nog een goal meepakken en dat doet hij ook. Nu is het klaar, nu is het klaar. Hey, fantastisch gedaan jongens, goed! Okay. Binbagging. Okay. Ja, geen nul, maar topresultaat. Goede stap richting, richting het EK, dus perfect. Goed hersteld jongen. Nee. Hè? Kan jou niet overkomen. Hè? Nee. Eerlijk, in je rug, kan jou niet overkomen. Hè? Maar de tweede was top, hè? Is dit, mannen? Kijk. Lekker! Gefeliciteerd. Yes, go. Gefeliciteerd. Hoe jullie begonnen zijn, de tweede helft, hè? Dat is het. En we hebben een tik uitgedeeld. Ja? Fantastisch, jongens! Ja! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING.